En dit is ook de laatste keer dat jullie de MX zo gaan zien met dit dak. Het dak is eruit gesneden. Oké, en nu is het grote moment. We gaan de kap op de auto zetten. Hij is klaar. Hij is klaar? Hij is klaar. Ogen dicht. Oké, in 3, 2, 1. Een hele goede morgen. Oh, ik ben echt nog steeds een beetje moe. Ik ben nog niet helemaal wakker. Ik ben wel Boas. Hoi, ik ben Boas, als je mij nog niet kent. Ik maak elke dag een vlog op YouTube. En vandaag gaan we dat weer doen. En vandaag gaan we weer verder met de MX. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik een pakketje binnengekregen wat ik gisteren aan heb gehad. Het is een pakketje van Displate. En Displate die maakt een soort posters, alleen dan op metaal. Dus je hebt ze maar gewoon een goed groot mooi stuk metaal. En daar staat iets ingegraveerd. En ik vind dat er zo vet uitziet. Nu heb ik iets heel vets besteld. Want we zijn de laatste tijd heel veel bezig geweest met MX en met de Audi en weet ik veel wat allemaal. Dus moet jij eens even op gaan letten wat voor vette posters ik heb besteld. En als we het pakketje pakken, is dat best zwaar, want het is metaal. Oké, goed, laten we het opmaken. Ja. Hoppakee. Moet jij eens even kijken hoe mooi dit eruit ziet. Ziet er al wel. Het is wel een mooi doosje. Ja, het ziet er echt dik uit. Deze doos is gewoon een poster op zich. Laten we hem opmaken. Ik ben benieuwd. Oh, zo maak je hem open. Snap. Je ziet nog helemaal niks. Oké, hier komt de eerste. Oh, dit is die van de RS3. Kijk hoe sick dit is. Dit is dan gewoon een metalen poster. Oh, ik dacht dat het graveerd was, maar het is er echt op gedrukt. Sick. Kijk, en die kan je dan gewoon zo ophangen. En dan heb je gewoon zo de bouwprint van mijn auto. Cool toch? Alleen, ik heb nog niet heel erg gekeken hoe ik dit op kan hangen. Want ik heb namelijk geen zin om zeg maar gaten in de muur te boren. Hier heb ik mijn playbutton hangen. En deze heb ik dus met 2 schroeven erin gedaan. Maar ja, kijk hoe dit eruit ziet. Dat moet je niet aan mij overlaten. Deze is veel groter dan die en die zit helemaal scheef en zo. Dus dit zat even. Zo. En volgens mij, ja, kijk, dit zijn 2 magneetjes. En deze plakken daaraan. En hier aan de achterkant zit dubbelzijdig tape. Waardoor je die zeg maar gewoon tegen een muur of tegen wat aan kan plakken. Dubbelzijdig? Ja. Dubbelzijdig. Ja, maar één kant zit op het magneetje. Dus nee. Dat is dubbelzijdig, toch? Maar goed, dan kan je hem dus zeg maar aan je muur plakken zonder dat je in je muur hoeft te boren. Het enige ding is dat ik nog niet weet waar ik ze opgehangen. Want in deze ruimte heb ik eigenlijk veel te weinig ruimte over. Eigenlijk moet ik een huis kopen. Heeft iemand toevallig een huis in de aanbieding, dan wil ik heel graag een huis zodat ik deze displays op kan hangen. Dan gaan we verder naar de volgende. En als ik dit zo zie... Nee, als ik dit zo zie niet. Nee. Dit is nog een RS3. Huh? Heb ik 2 RS3's besteld? Dit moet ik zo even checken. Volgens mij heb ik iets fout gedaan. Door Ergat heb ik een MX gekocht. En Ergat die heeft de MX met de pop-up koplampjes. Dus moet je kijken wat we voor hem hebben besteld. Deze is echt dik. Kijk dit. Als je dit zeg maar hier zou hebben hangen, hoe vet dat is. That's so nice. Dus deze gaan we deze week ook even naar Ergat toe brengen. Ik vind deze echt vet. Het is dat wij geen NA hebben. Maar anders had ik deze ook gewild. Kijken, wat is dit? Deze heb ik ook niet besteld. Het is cadeautje. Dit is... Oh ja, deze heb ik wel besteld. Ja, kijk. Want dit is zeg maar de wereldkaart. In marmer. Huh? Sick toch? Oh. Ja, ik zag hem op de kop. Daarom dacht ik dat het gewoon marmer was. Maar dit is de wereldkaart in marmer. Sick hè? Die vond ik ook wel mooi. Dus ik ga uiteindelijk alles zeg maar bij elkaar ophangen. Dus dat ik één grote muur heb vol met displays. Oh, hier komt die van jou. Ja! Yeah. Sick vind ik deze yeah. Ook. Je ziet dus ook gewoon alle afmetingen op en zo. Ja, maar daar heb je er dus 2 van, dat klopt niet. Ja, dat heb ik denk ik een beetje fout gedaan. Ik moet even vragen of ik niet terug mag sturen en nog een MX mag. Want wat het is, ik wilde 1 RS3 en 1 MX. Kijk hoe dik dit is naast elkaar zo. That's nice. Anna wilde ook een MX. Maar nu heb ik per ongeluk 2 RS3's besteld. Hey pap, vind je het mooi? Cool hè? Zie je, is mooi. Oh, stickers. En ik heb deze posters dus uitgekozen gewoon op hun site. En dit zijn allemaal dingen die zij al hebben gemaakt. En ze hebben echt 100.000 dingen. Anne en ik hebben gewoon een uur lang door hun site heen lopen scrollen van wat is het leukste wat we kunnen uitkiezen. Nou, nu hebben we al deze dingen gekozen. Omdat ik deze 2 gewoon heel vet vond om bij elkaar op te hangen. Als jij iets wil, staat een linkje in de beschrijving van Displate. Ze hebben echt al miljoenen verschillende posters. Zelf kan je ze ook maken. Dus als jij een vette foto hebt, kan je dat ook gewoon op metaal laten printen. Dat is net wat leuker dan dat je gewoon zeg maar zo'n papieren poster met zo'n 4 tapejes aan de zijkant vastplakt. En omdat ze heel lief... Ik moet niet op de poster gaan leunen. En omdat ze heel lief zijn bij Displate, hebben ze een discountcode voor jullie. Dus jullie krijgen een beetje korting als jullie deze code invoeren. Er staat een linkje in de beschrijving naar mijn pagina. Dus dat zijn dingen die ik vet vond. Daar staan deze ook allemaal. Dus stel jij wil ook een MX omdat je een MX ook zo leuk vindt, dan kan dat. Helemaal top toch? Ik denk dat ik jou deze geef. Omdat het mijn foutje is, mag jij deze hebben. Waar ga jij hem ophangen? In mijn room. Ja, vind je de MX beter? Die rijdt wel beter. Nou, die rijdt nu ook niet, want we hebben gisteren...
Ik heb 3 auto's en alleen de Ford Ka rijdt soms als de accu niet leeg is. En we zijn bij Cabrio Care. Ik heb de MX, ik heb de Ka zo geparkeerd omdat ik was aan het rijden en ik wilde hem even goed straks maar naast die container zetten. Ik was een beetje aan het schakelen en hij schakelde niet meer. Dus ik kreeg hem niet meer in zijn één om naar voren te gaan. Ik kon hem alleen zijn achteruit zetten. Dus ik dacht van, nou ja, fuck it. Ik laat hem wel gewoon zo staan. Het is prima zo. En de MX staat hier. Maar ik zie dat hier de rep niet goed vast zit. Hij laat weer los, Dylan. Deze kant heb jij gedaan. Nou, dat gaan we fixen. We hebben even een intercun voor nodig en dan wordt hij weer helemaal mooi. En dit is ook de laatste keer dat jullie de MX zo gaan zien met dit dak. Ik vind het eerlijk gezegd heel lelijk hoe dit dak er nu bij staat, zeg maar. Ik vond het al niet heel mooi bij de wielen, maar nu dat hij helemaal gerapt is en eigenlijk helemaal klaar is, staat het al helemaal niet. Als je hier van binnen kijkt, dan lijkt het nog wel een soort van mooi, maar als je dan naar de achteruit gaat kijken en zo, het ziet er allemaal niet uit. Alles is kapot en oud en vies. Dus daar gaan we vandaag wat aan doen. En ik heb gehoord dat de eerste stap is van een cabrio-kap vervangen met mes erin. En net zoals dat ik bij de stoelen heb gedaan, lijkt hem ook heel leuk om dat bij het dak te zien. Wat vind je trouwens van deze mooie waterdichtheidsoplossing? Dat lijkt een beetje op siliconen. Dat is het ook. Oh. Want er zat echt, zeg maar, zo'n gat in. Maar het is wel waterdichter. Het is waterdichter, hè? Behalve hier nu weer. Ja, hier is die weer open gaan zien. Volgens mij is die gewoon kapot eigenlijk. Volgens mij is er niks meer aan te redden. Nee, dat denk ik ook. Nee, dat is ook waarom we hier zijn. En nu komt het enge moment, het mes gaat in het dak. Ga jij het doen of ga ik het doen? Ik denk dat ik de ene kant doe, jij de andere kant. Oké. Okay. Dit weer van achter toe trekken. Ja. Dan kun je hier achter het mes erin zetten en dan kun je zo ruimte maken. Oh, je snijdt gewoon de hele rand eraf. Ziet er totaal niet eng uit. Nee, hè? Nee, dus gewoon erin en... Ja, alleen het bandje hier moet je eruit krijgen. Het dak is eruit gesneden. Ik zou het niet aanraden om dit zelf zo thuis te proberen, maar... Hij is er wel af. Hij is er wel af. En die gaat ook rechtstreeks de prullenbak in, daar kan je helemaal niks meer van gebruiken. Dan moet je even kijken hoe handig deze tool is. Daarmee kan je deze dingen gewoon heel makkelijk lostrekken. Dat scheelt je dan weer een duimnagel als je zo'n tool hebt. En dan mag je op de tafel. En wat de bedoeling is bij zo'n cabrio-kap is dat er een gootje in zit. En dat water dat verzamelt in dit bakje hier. Er is mij verteld... Oh, kijk, daar is die. Dat is een goot. Dit lag er allemaal op en dat moet eventjes allemaal weg, want anders dan gaat het water niet, wordt het niet afgevoerd. En nu even een paar liter water er doorheen om te kijken of die nog goed doorloopt. En dan zou het er daaruit moeten lekken. En dat gebeurt. Hoop ik goed genoeg. De kap ligt hier op de grond, die is helemaal klaar en nu komt zeg maar het nieuwe zeil erop als het ware. En dat hebben we de vorige keer al gezien. En wat we nu moeten doen is de achteruitverwarming controleren, want zeg maar de achteruitverwarming die werkt als het goed is. Maar het gaan we nu even checken voordat je hem erin zet, omdat anders zeg maar als hij erin zit en dan doet hij het niet, dan is het niet heel handig. En nu wordt het getest door eventjes erop te blazen en zodra het wegtrekt bij de randjes, zoals je nu ziet, dan werkt hij. Alles werkt. Top. En dit is ook uit de auto gehaald. Dit is dus die regengoot. Dit is wat naar dat verstopte putje toe zou lopen. Deze is alleen wel redelijk op. Zoals je kan zien zitten gaten in en weet ik wat allemaal. Dus we hebben hier al nieuwe licht. Deze is ook een stuk betere kwaliteit. Dus deze zou mij moeten overleven. En ik denk ook de auto. Oké, en nu is het grote moment. We gaan de kap op de auto zetten. Ik heb Anne achter de camera staan omdat dit een 2-mannen-klus is. En geen vrouwen, dus sorry Anne, die mag niet meedoen. Nou. Leuk hè? Ja, echt super. Leuk hè? Dan drijven we die kabel uit de binnenkant. Zo ja, dan leggen we eruit achterop. En dan mag jij eerst erin. Hij gaat mooi precies even naar beneden toe, dat is helemaal goed. En hij zit nee, nee, verder naar beneden toe. Nu gaat hij kanten. Nu heb je niet meer rechts. Dat komt met je linkerhand te veel naar beneden duwen. Moet je niet doen. Linkerhand vrij omhoog. Ja? Omhoog, zo. Nee, ik deed het niet helemaal goed, zie ik al. En de kap zit erop en je krijgt nu al een beetje het idee hoeveel mooier dit is dan met de beige kap. En het dak is eigenlijk zo goed als helemaal klaar. Het enige wat we nog gaan doen is hem één keer open en dicht doen, omdat je hem eigenlijk al klaar had voor de film. Maar voor de film doen we gewoon nog één keer open en dicht. Je pakt hem gewoon beet. Ja. Je zet dit achter het randje. Ja. 2 handen nodig. Ja, zo, en dan. Dicht.
doe je hem dicht. Ja. En dan is die af. En nu het belangrijkste, hoe het er van de buitenkant uit gaat zien. Ik ga de deur even dicht doen. Kijk hoeveel beter dit is. Dit is niet normaal. Dit is zo'n groot verschil zo kal. Anna, kom eens even mee. Hij is klaar. Hij is klaar? Hij is klaar. Ogen dicht. Ja. Kom maar mee. Zo. Ja, kijk uit, er komt de deur in zij. Oké, in 3, 2, 1. Wauw! Dit is wel echt een heel stuk beter. Mooier zo. En wat vind je ervan? Dit is echt een stuk beter. Hij is zo echt af. Zo wil je er weer in gezien worden. Dit is hoe die moet zijn. Dit is hoe die moet zijn. Ook al is hij eigenlijk nog niet eens de straat op geweest, heb ik nu al ideeën over de rap hoe ik hem nog sicker wil gaan maken. En ik heb een idee, met blauw. Omdat in de binnenkant blauw zit, wil ik toch aan de buitenkant eigenlijk heel graag blauw hebben. Dus misschien komt er wat blauws bij. Yay! Yeah. En nu de auto helemaal klaar is, ben ik er echt weer blij mee. Het enige ding is dus dat ik hem nog niet kan rijden. Hij moet nog weer opgehaald worden op een brancard, weggebracht worden naar Mazda dealer, zodat ze daar een sleutel kunnen gaan maken. Het is zo stom dat je dan je hele auto af hebt eigenlijk en dat dan de sleutel het probleem is. Maar goed, in ieder geval, dankjewel. Graag gedaan, erg leuk om te doen. Ik moet zeggen, het was veel sneller dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat het echt een hele dagtaak zou zijn. Ik heb ook al een beetje doorgewerkt, hè? Heb je die zweet op mijn voorhoofd gezien? Ja, ja, dat was wel zo. Het was geen tijd om te praten, gewoon. Nee, top. Heel even, voor de mensen die dit ook zouden willen. Voor welke auto's is het wel en niet mogelijk? Is er een auto waarvoor het niet mogelijk is? De MX-5, laten we gewoon als voorbeeld nemen. Deze auto, deze kap. We hebben allemaal kap op voorhoofd voor deze auto. Van kunststof, van stof. Met een glazen ruit, uiteraard, heeft dit type allemaal. Dit is een zwart kunststofkap. Deze kost gemonteerd €695, inclusief btw. En dan is hij dus zeg maar van zo lelijk als dat ik hem had, naar zo mooi. Ja, dit zoals je zo ziet. En dan kan je er gewoon weer hoeveel jaar mee door? Ik denk een jaar of 5, 6, 7, 8, 9. Ligt een beetje aan hoe lang je waar je hem neerzet. Of je hem vaak schoonmaakt, of je hem vaak wast. Of je hem buiten hebt staan, of je binnen hebt staan. Maar gewoon jaren plezier. Jaren plezier. Hoeveel de kleur was? Ja, het is niet normaal. Het is zo mooi. Want welke kleur had je nog meer hiervoor eigenlijk? Een zwart en beige, dat is eigenlijk voor deze kap. Als we duurder gaan met een kabelkap, hebben we meer keuze van kleuren. Dan kun je rood kiezen, blauw, beige, groen, zwart, ja. Natuurlijk bruin, licht beige. Maar dat was eigenlijk allemaal voor deze auto niet eens van toepassing, want ik wilde gewoon zwart hebben, want zwart vind ik het mooiste hierbij. Erg mooi zo. Ja, dan ben je er tevreden mee. Ja, maar jij moet er tevreden mee zijn. Jij bent de klant, jij bent degene die mee rekenen. Ja, dat is waar, maar ja, als je er zelf aan werkt, is het ook fijn om tevreden te zijn. Nee, ik ben zeker tevreden. Ik ben echt heel blij hoe dit zit. Ik ga een brancard bellen dat hij opgehaald kan worden, want helaas kan hij dus niet rijden. We stappen naar buiten. En we zijn klaar bij Cabrio Care. Nogmaals, dankjewel. Als jij een cabrio kap nodig hebt, oprecht, kom hier langs. Perfecte service. Ik kan alleen de MX dus niet meenemen, dus ik ga weer in de kaas stappen. Het is zo kut. Ik wil gewoon in die MX kunnen rijden, maar we hebben die sleutel niet. Dus we moeten dat eerst fixen en dan gaan we lekker rondjes rijden. Ja, hij start. Wat lekker. En hij gaat ook in zijn 1. Wat een super auto is dit, zeg. Jeetje. Klein probleempje weer. What the fuck? Heb je een versnellingsbouw kopen? Bloor. Ik versnelde zo hard dat... We hebben nu zeg maar zo'n stengel. Handrembochtje. Oh my god. Ja, de MX is niet de allerbeste aankoop die ik ooit heb gedaan. Hij werkt niet super goed. Maar goed, ik ben er wel blij mee. Hij rijdt me van A naar B. En zodra de MX weer geregeld is, dan ga ik of de MX weggeven of misschien wel weggooien. Want het is niet meer een hele goede auto nu. Denk je dat mijn... De MX? Huh? De wat? Oh, zei ik de MX? Ik bedoel de Ford Ka. De Ford Ka ga ik weggeven of... kapot maken, want hij is al een beetje kapot. Ik had het niet over de MX. De MX is bijna af, die komt goed. Ik wou het zeggen. Hè? Gaan we de MX weggeven? Dat wist ik nog niet. Nee, dat wist ik ook nog niet. Nee, goed. Als de MX terug is, dan gaat de Ford Ka of naar iemand toe of naar de vuilnisbelt. We moeten even kijken hoe goed hij nog loopt. In ieder geval voor nu. Voor deze video. Doe net omhoog. Voet je kijk, kastje leuk. Start even. En zie ik de volgende keer bij de volgende video. Later. En ik praat een beetje zacht, want er liggen mensen boven te slapen. Dat ben ik niet van mezelf gewend als ik een outro doe. Doei. Perfecte timing.